Welkom bij FarView, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op gebied van accountancy. Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders. Ja, goedendag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe editie van FarView. De coronacrisis veroorzaakt veel onzekerheid over de financiële toekomst van tal van bedrijven. Er bestaat daarom een grote behoefte aan het beoordelen van de levensvatbaarheid van ondernemingen in deze crisistijd. Ondernemingen zouden over het afgelopen en het komende kwartaal inzicht kunnen geven in het management van hun kaspositie. De accountant zou hierover vervolgens een onafhankelijke opinie kunnen verstrekken. Hoogleraren Philippe Wallage en Jan Bouwers gingen over dit idee in discussie in deze aflevering van FarView. We hebben natuurlijk veel discussie in het land en ook zeg maar op de websites over wat de rol van de accountant moet zijn nu we zeg maar in deze crisis zijn beland. We weten natuurlijk behoorlijk wat uit de literatuur over de going concern. Want dat is eigenlijk toch waarin mensen en ondernemingen die zaken willen doen met een andere onderneming in geïnteresseerd zijn. Als ik nou ga zaken doen met deze onderneming, kan ik er dan op vertrouwen dat die onderneming mij gaat leveren wat ze belooft dat ze kan leveren. Kan ik erop vertrouwen dat als ik aan die onderneming lever, andersom dus, dat die onderneming ook aan mij gaat betalen? Kan ik er zeker van zijn dat als ik wil beleggen in die onderneming, hetgeen dat ik heb belegd, dat geld niet verloren is? Alle soort vraagstukken die komen langs voor iedereen op dit moment die zaken wil doen met een ander. Het hele idee van going concern is in mijn ogen dat de accountant een van degenen is die in ieder geval een uitspraak doet op datgene wat de onderneming zegt dat ze vermag. Een uitspraak te doen over de vraag of dat daar inderdaad vertrouwd kan worden en de accountant doet daar zeg maar kont van of dat wel of niet zo is. Het kan zelfs zo zijn dat ze als na de balansdatum vaststelt van nou die onderneming is zodanig in betrouwbaarheid in termen van dat ze kunnen leveren of betalen in de zin zoals ik het net noemde, dat ze dat eigenlijk niet meer kunnen, dan mag de accountant dus los van de vraag of dat de jaarrekening van het afgelopen jaar een prachtige winst heeft laten zien. Als dan achteraf blijkt dat er toch wel wat aan de hand is voor wat betreft de voortgang van de onderneming, dan mag de accountant daar ook iets over zeggen. En in dat kader zou je eigenlijk ook de rol van de accountant kunnen zien in als we denken aan de toekomst die kort voor ons ligt. Laten we zeggen de komende 3 maanden, het komende kwartaal. En dat bracht mij op een gegeven moment tot de gedachte van nou, het zou eigenlijk best wel goed zijn als de accountant zoveel mogelijk informatie verzamelt over in hoeverre heeft de onderneming zijn toegang tot cashmiddelen weten te beschermen voor de komende periode zodanig en dat ze die komende periode ook naar verwachting niet in de problemen gaan komen. Om daarover steeds te rapporteren. Ook in kwartalen. Maar zeker gelet op waar we nu zitten is het ook van een accountant niet te verwachten dat hij een jaar vooruit kan kijken, maar misschien wel in kwartaal. Dus dat was eigenlijk de basisgedachte voor mij om dat stukje te schrijven. Toegang tot kostmiddelen om faillissement te voorkomen. Helder Jan. Zal ik daar. Ik reageer er eerst even wat op in algemene lijnen. Dan moet jij zomaar eventjes weer vervolgvragen stellen om diepgang te creëren. Maar ik heb eigenlijk behoefte om even stil te staan bij de rol van de accountant bij going concern. Ja. En ik wil dan eerst toch even punt maken dat natuurlijk going concern problemen op alle manieren kunnen ontstaan. Het kan zijn vanuit een liquiditeit, het kan zijn vanuit een concurrent die plotseling met iets komt waardoor je uit de markt wordt gedrukt. Het kan zijn omdat er een aandeelhouder überhaupt liquideert en niet verder wil. Maar de aanleiding die we nu hebben over deze discussie is natuurlijk wel vrij uniek. Die is uniek in die zin dat het een onzekerheid is die ons allen treft en op alle manieren.
En dan met name één natuurlijk heel vervelend fysiek, sommige mensen, wat natuurlijk heel, heel vervelend is. En we moeten met elkaar proberen op te lossen. Maar de economische consequenties hiervan, die zijn eigenlijk ook nog niet te overzien. Dat de account natuurlijk een hele belangrijke rol speelt in het beoordelen van betrouwbaarheid van informatie. Geen misverstand, sterker nog, dat is natuurlijk gewoon de kernfunctie en dat onafhankelijk deskundig te doen. Het naar de toekomst kijken is iets wat accountants natuurlijk ook al sinds het ontstaan van beroep, dat wordt gevraagd van accountants, hoe ziet de toekomst eruit? Dat is ook logisch, hè? Want als je goed kennis hebt van het verleden en daar een mening over hebt en over de over bestuur en context, internal controls, kun je daar wel een mening over hebben. Maar het maat van zekerheid geven over de toekomst, ja, die glazen bol is niemand gegeven. Maar de accountant kan er wel natuurlijk een rol spelen. Ik wil daar zo wel even op ingaan. De problematiek waar we nu over hebben, die is zo complex. In die zin dat we niet weten exact wat er volgende, weet je, had het net al, we komen op terug, hè, 3 maanden cashflow overzichten. Het is erg moeilijk om zelfs nu 3 maanden vooruit te zien. Omdat we weten dat de politiek wekelijks of 2 weken natuurlijk gewoon besluiten neemt die verstrekkende gevolgen heeft. Maar die ook gelijk weer het hele business model of die hele toekomstige ontwikkelingen toch weer beïnvloeden. Ik noem maar even als voorbeeld. We hebben nu hebben de accountants, hè, er wordt ook gevraagd om daar een rol te spelen. De noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, hè, de NOW. Om de loonkosten te subsidiëren. Dat raakt natuurlijk direct de vraag even die jij stelt van hoe zit het nou met die liquiditeiten? Kijk, als ik inderdaad kan vaststellen of als ondernemer constateer dat mijn omzet nog vorig jaar vergelijkbare periode 3 maanden meer dan 20% lager is, kan ik dus inderdaad subsidie krijgen. Die wordt snel uitgekeerd en mijn liquiditeitsproblematiek is voor de eerstkomende 3 maanden is beheerst. Met andere woorden, er zijn zoveel variabelen die spelen dat het heel moeilijk is om daar een uitspraak, om daar een mate van zekerheid of daar met stelligheid iets over te vinden. Wat ik wel vind, anders ook even bij stilstaan, is dat de risico's die bestaan bij ondernemingen, dus misschien niet alleen de financiële data, maar met name van ja, hoe word ik als bedrijf hierdoor beïnvloed? Wat zijn mijn risico's en hoe ga ik daarmee om? Dat kwalitatief te verwoorden en dat naar buiten te brengen lijkt mij wel iets wat je bij wijze van spreken, ik zeg niet dagelijks, maar natuurlijk wel heel periodiek kunt doen om je stakeholders te informeren. Maar dat zijn inderdaad dan op basis van de stand van zaken nu, de kennis die ik nu heb en dan met een korte termijn horizon. Terug even naar de rol van de accountant. Misschien kunnen we daar even zo bij stilstaan. Dan gaat het over jaarrekeningen. Het zijn natuurlijk periodieke verslaggevingsinformatie die jaarlijks, en kunnen ook nog even bij halfjaarlijks en kwartaal stilstaan, naar buiten worden gebracht. Daar bestaan regels voor en inderdaad, je refereerde even naar het onderzoek wat ik met Anna Gold en Marshall Geiger heb gedaan, waarbij de literatuur tot op heden, over een 5-8 jaar periode, de wetenschappelijke output hebben beoordeeld. Allemaal nuttig om kennis van te nemen, maar ik stel wel dat de situatie waarin we ons nu bevinden wel heel uniek is. Wat wel heel belangrijk is dat de accountant een rol heeft en dat hij constateert dat als er problemen zijn, dat daar goed de ondernemingsleiding die primair verantwoordelijk is, dat die daarover rapporteren, duidelijk rapporteren. En de accountant daar, als er een ernstige onzekerheid is omtrent de continuïteit, daar ook nog een keer op verwijst. Ik denk zelf, en ik denk de NBA heeft dat ook recentelijk naar buiten gebracht, en ik denk ook terecht, dus het nu gaat over de jaarrekeningen 2019, en ik breng nu als dus gebeurtenissen naar balansdatum met een oorsprong in het nieuwe boekjaar, dat je toch als ondernemer die gebeurtenissen, het verschilt wel per sector, maar ik denk dat je gewoon als ondernemer de wil om stakeholders te informeren, dat je hierover rapporteert. En zelfs als jij van mening bent als ondernemer, het maakt me niet uit of het nou groot of middelgroot kleine onderneming is, dat je hier aandacht aan besteedt. Ook als je denkt dat het geen invloed zal hebben op jouw bedrijfsactiviteiten. Wat ik me nauwelijks kan voorstellen. Er zijn wat sectoren, denk even aan supermarkten en in de internetomgeving en transport, dat waarschijnlijk, die zullen wat later of misschien helemaal niet worden geraakt. Maar dat daar, dat je altijd iets rapporteert, Jan. En dat de accountant daar ook kennis van neemt. En als hij dat, en hij kan er zelfs ook naar verwijzen met een vrijwillig toelichtende paragraaf.
Dus ja, de accountant speelt een rol. Dat even op een hoger abstractieniveau. Misschien even die 3 maandstermijn die jij noemt voor cashflow-overzichten. De accountants, als je even kijkt, de jaarrekencontrole is natuurlijk 1, daar kunnen we het over hebben, en de controleverklaring. Accountants kunnen ook een assurance-opdracht aanvaarden. En daar hebben we zelfs standaard voor. Opdracht op onderzoek van toekomstgerichte informatie. Dan valt zo'n cashflow statement waar jij het over hebt, waar je net op doelde, valt daar ook onder. En accountants zijn in principe in staat om de veronderstellingen die worden gehanteerd bij het opmaken van cashflow statement, overzicht voor de toekomst. De veronderstellingen die zijn gehanteerd, kunnen we beoordelen. Je kunt de rekenkundige juistheid nagaan. Je kunt met name die aanvaardbaarheid van die veronderstellingen kun je beoordelen. Met name als ze echt als je aanvoelt dat ze echt sturend zijn en niet reëel, dan heb je natuurlijk een belangrijke rol, want dan kun je dat niet aanvaardbaar achten. Maar ik zei net al, gegeven de enorme hectiek die nu plaatsvindt, weet je, ik zou het kunnen doen voor die 3 maanden, maar over 4 weken plotseling een fundamenteel, en lijkt dat de IC-capaciteit toch moet worden uitgebreid en de lockdown weer zwaar wordt aangezet, ja, dan is ook de waarde van die cashflow statements valt weg. Dus ik heb in de hectiek waar we nu in zitten, is het even de vraag wat de houdbaarheid is van dergelijke prognoses. Misschien mag ik op het laatst heel even ingaan. Waar ik aan denk is eigenlijk een neutraal overzicht. Een neutraal overzicht in die zin dat op dit moment, op dit moment dat we dit gesprek hebben, vinden zich wel weer allerlei ontwikkelingen plaats. Waar het mij om gaat, is dat eigenlijk de onderneming laat zien in welke mate zij in staat zijn geweest in de afgelopen 3 maanden om de toegang tot cash te verbeteren of dat die is verslechterd voor die onderneming. En dat zou geattesteerd moeten worden door de accountant. Verder zouden we inderdaad, zou ik willen dat de onderneming een soort forecast maakt van hoe ze denkt dat die eruit gaat zien. En dat daar de accountant bij aangeeft dat de manier waarop zij dat hebben gedaan, zeg maar, inderdaad aannemelijk maakt of onnemelijk maakt, dat men dat kan realiseren of niet. Met alle voorzichtigheid die daar omheen moet, hè, en alle risico's inderdaad, dat de regering op een gegeven moment komt van ja, maar wij gaan nou ook in 1 keer nu nou intrekken, want we kunnen niet meer betalen. Ik noem even iets. Dus dat kan allemaal gebeuren, maar gelet op wat zeg maar de huidige situatie is en de manier waarop de onderneming heeft geacteerd, is het inderdaad waarschijnlijk dat men in staat is om zeg maar, voor de komende 3 maanden inderdaad die cashpositie zoals we nu ziet, dat geeft een realistische forecast of wat het gaat zijn. Met name aansluit op dat laatste, Jan. Ik twijfel dus even bij de realiteitswaarde die een dergelijke forecast heeft. Maar dingen 1, die 3 maanden retrospectief, dat is mogelijk. Hè? Alleen, dan zeg ik even, wat voor voorspellende waarden heeft mijn cashflow-overzicht van de afgelopen 3 maanden? Met name als er sprake is van seizoensinvloeden. Je hebt natuurlijk hele conjunctureel seizoensgevoelige sectoren waarbij die afgelopen 3 maanden eigenlijk niet zoveel zegt over de vorige. Dan zou je ook de 3 vergelijkende maanden van vorig jaar erbij moeten betrekken. Verder is het zo dat, ja, en dat zie ik ook een beetje die NOW, in die noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, daar wordt gesproken over omzet. Dus cashflow is natuurlijk net even iets feitelijker dan omzet. Dat is het subjectieve afgrenzingsproblematiek. Maar ook bij die cashflows, als echt gestuurd zou moeten worden, kan ik natuurlijk ook betalingen naar voren of uitgaande geldstromen eventjes bevriezen om een toch een net cashflow statement voor de afgelopen weken te creëren. Dus daar zit een. Maar dat is waar de accountant op letten. Dat is iets. Dat is, en je vroeg ook af van, ja, wat is de voorspellende waarde? Kijk, Als de toegang tot de cashpositie gewoon belangrijk is afgenomen, ja, dat vind ik als mogelijke leverancier of als mogelijke afnemer, vind ik dat toch wel een issue. Ja. Dit is verleden, hè? Dus dit is 1. Ja, dat gaat echt over het verleden. Dat sturen, daar zou de accountant
Ja, dat is alles. Ja, dat ligt aan hoe groot ze en hoe het wordt opgezet, welke internal controls en wat voor überhaupt waar, wat voor onderneming en kwaliteit van internal controls we spreken. Maar ik gaf even het risico in ieder geval aan, waar daar Kouten naar zou kunnen kijken, eens. Maar mijn belangrijkste is even dat, datgene wat in de afgelopen 3 maanden is geweest, ja, de vraag is even wat voor voorspellende waarde. Maar goed, die gegevens zouden er zijn. Dan even naar de volgende 3 maanden. Daar zit mijn, dat is natuurlijk nog lastiger gegeven, de volatiliteit die er is en het feit dat er plotseling nieuwe maatregelen kunnen komen, respectievelijk dat in de omgeving, hè, ik heb een cliënt die sterk afhankelijk is van, ik noem maar even toch, van bezorgingsdiensten. Stel dat die bezorgingsdiensten straks, dat er die vertragingen die daar plaatsvinden nog groter gaan worden, die kunnen het gewoon niet aan. Stel dat ik het over bederfelijke goederen heb die nu in mijn magazijn gaan, die ik moet afboeken. Ja, dat is iets wat ik nu, dat kan over 2 weken spelen en over 3 maanden zijn effecten hebben cashflow-wise. Ik noem eens heel willekeurig. Hè? Dus juist gegeven deze onzekere periode, en met name de events die kunnen opkomen, die ik nu niet kan voorzien, maken die cashflow-forecast, maken die natuurlijk toch weinig, niet zoveel zekerheid. En dat brengt mij misschien, Jan, kijk, en nu ben ik even naar de markt toe, wat jij zegt. Als er bankiers, als er financiële of leveranciers die hier wel behoefte hebben aan deze informatie, het valt natuurlijk door de onderneming dat retrospectief dat zou moeten kunnen. Het prospectief is, denk ik, blijft lastig, maar kan. Het belangrijkste is, en daar moeten we dan met elkaar heel goed naar kijken, om die onzekerheden die dit met zich meebrengt, de omstandigheden die daar we het over hebben, die onzeker meebrengen, om die expliciet te maken. En dat is eigenlijk een benen waar ik ook een beetje toevoeg aan hetgeen wat jij betoogde. Ik heb even nu niet zoveel aan het kwantitatieve overzicht zoals we nu bespreken. Ik moet de context waarbinnen en de onzekerheden waar ik net een paar van noem, die zou ik wel expliciet willen hebben. Dan blijft het onzeker, maar dan weet ik dat tenminste. En dan kan ik daar als gebruiker, kan me dat realiseren. Ik denk zelf dat het niet heel veel toevoegt, maar misschien is dat, het is meer dan niets. En nogmaals, als dat bij besluitvorming van wie dan ook een toegevoegde waarde zou hebben, prima. Mag ik even, en jij mag zo terugkomen hoor, maar wij zijn even nu aan het boksen zoals wij vaak graag doen. Jij had het over die drie maanden. Jan, ik wil ook even wel benoemen dat ik hoop dat deze crisis hij zal nog wel een tijdje duren, misschien tot 2021, maar ik veronderstel toch dat er toch disruptie zal zijn en dat de economische gevolgen op dit moment, zoals wij vandaag spelen, nog niet te overzien zijn. De diepgang van die economische teruggang en de tijdsduur die dat met zich meebrengt, is nu niet te voorzien. Maar laten we het eens hebben over 1,5 tot 2 jaar. Ik denk dat ik als stakeholder heel erg benieuwd ben, of dus niet 3 maanden, maar op mijn business model, gegeven een aantal wezenlijke veranderingen die er mogelijk aankomen, dat business model, of dat sustainable is, hè, dat het over 2 tot 5 jaar er nog kan zijn, en of in hoeverre, gegeven de onzekerheden die nu ontstaan, en de risico's, hoe daarmee wordt omgegaan. Dat zou ik, dus niet aan de accountant primair, dit is ondernemingsleiding, maar daar zou ik als stakeholder nu wel echt in geïnteresseerd raken van, hey, hoe ga jij hier, hè, denk even aan de luchtvaartsector, ik noem hem willekeurige, de bioscopen. En nog een aantal, hè, ik denk ook discussie die we nu voeren, heel sectoraal is. Omdat uiteindelijk straks de echte consequenties, even los van de medische, toch echt vanuit consumentenvertrouwen is en het opstarten van de economie. En dat zal toch sector-wise zijn. Denk ook even 1,5 meter de economie die er aankomt. Ja, daar zou ik willen weten hoe het bedrijf waar ik een stakeholder ben, hoe die daarmee omgaan. En dat is een middellange, noem mij even middellange termijn van 1 jaar, 1,5. En de accountant zou daar wel gesprekspartner kunnen zijn, zonder meer. Sterker nog, die zou hier, ik bedoel, accountants zitten nu ook grotendeels thuis te werken, maar die hebben vast wel momenten om eens even toch achterover te hangen. En misschien net als ik nu, want wij zitten op Zoom en ik heb een andere achtergrond gekozen, maar misschien moet je eens even, ja, toch eens out of the box ook denken voor jouw klant van, maar dit zijn de 5 disruptive elementen die er nu zijn. Stel die 1,5 meter economie blijft lang, want er komen nu straks misschien al nieuwe pandemieën aan enzovoort. Wat betekent dit en hoe kan een onderneming hier nu, ja, toch creatief misschien wel ook zijn voordeel mee doen en competitief zijn? Dus
ook die gedachte, en daar vind ik ook dat accountants mee moeten denken. Ja, sterker nog, dit is een geweldige uitdaging. Ik ben het helemaal met je eens. Ik heb in die column die ik heb geschreven, heb ik daar eigenlijk maar één zinnetje aan besteed. En, goed, je weet, mijn achtergrond is mensenrechten, dus dit is het eerste waar ik aan denk eigenlijk. Als ik denk aan het afleggen van rekenschap, dan gaat het eigenlijk over het afleggen van rekenschap, hoe goed dat je in de toekomst kunt kijken. Ja, niet dat ik zeg maar in glazen bollen geloof, maar wel zeg maar in een goede scenarioanalyse. Daar geloof ik wel in, dat een onderneming daar heel erg veel baat bij kan hebben. Dus ik ben het helemaal met je eens dat zeg maar de onderliggende bedrijfsanalyses die men doet, om daaruit ook informatie te scheppen op basis waarvan het bedrijfsmodel zoals men dat voert, in hoeverre dat nog kan overleven, ook zeg maar in het post-coronatijdperk, dat is uitermate belangrijk. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens. In hoeverre dat zeg maar voor die 3 maanden veel zegt, dat weet ik niet. Eigenlijk gebeuren er nu 2 dingen. Eén is in die kwartalen die we nu, waar we nu steeds naar voren kijken, zien we dat banken en overheden beslissingen nemen die de kans vergroten of verkleinen dat de onderneming zal overleven. Daarover moet in mijn ogen worden gerapporteerd. En ook in hoeverre dat de universiteit zelf, zijn best heeft gedaan om die situatie verder te verbeteren. Dat is één. En het andere is inderdaad van hoe ver kijken ze vooruit. Hè? Dus in hoeverre kijken ze inderdaad naar die toekomst. Ik vind het goed, Jan. En natuurlijk is die 3 maanden, bedoel, weer de lange termijn überhaupt ingaan, moet je de korte termijn ook weten te overleven. Dus geen misverstand. Ik denk wel, als ik het even koppel, datgene wat wij nu stellen. Stel ik ben nu die accountant en ik ben even met die 3 maands periode geconfronteerd, even zowel retro als prospectief. Ik denk, het is de kwaliteit van hetgeen wat wordt opgemaakt. En als ik dan alleen maar een kwantitatief overzicht zou hebben van de afgelopen 3 maanden en een kort overzicht van onderhanden werken van whatever de cashflow gaat genereren, zonder verder enige visie, dan vind ik dan zou ik toch de maat van zekerheid die ik heb, maar vooral ook in een wat langere termijn, zou door mij anders worden gepercipieerd dan als iemand komt van luister eventjes, ik snap die 3 maanden reten, maar we zijn ook bezig om, en ik ben nu bezig om weet je, na te denken wat die 1,5 meter economie voor mij op een wat middellange termijn gaat kosten. Noem eventjes, pak die bioscoop, namelijk gewoon even iets praktisch doen. Als ik nu een bioscoop zou hebben gezegd, de afgelopen 3 maanden is dit mijn omzet geweest, mijn cashflow geweest. Laten we zeker over cashflow spreken, Jan. Eens hoor, niet omzet ook mooi, maar cashflow helpt nog meer. Nu cashflow afgelopen. En de komende 3 maanden maak ik gebruik van een overheids, van die NOW. En ik kan de 5 mensen die ik in dienst heb, die kan ik dan nog financieren. En die 3 maanden kan overleven. Is dat voor mij een andere setting dan iemand die naar mij toe komt en zegt, luister. Dit zijn de afgelopen 3 maanden. Ik ga ook daarop. Maar wij zijn bezig om. Kijk, ik ben al aan het rekenen. Ik heb 80 zitplaatsen. En ik weet straks met 1,5 meter kan ik nog maar 30, 40 vullen. En ik ben nu de routing in die bioscoop aan het doen. Dit is de ingang, dat is de uitgang. Je komt elkaar niet tegen. En weet ik veel. Je kunt ook mondkapjes bij de ingang pakken. Als dat de toelichting is. Als dat de context is waarin een prognose of die cashflows prognose wordt gebracht. Geeft het aan mij meer zekerheid en heb ik een beter gevoel bij overlevingskansen dan in het eerste geval. Dus vandaar ik denk cashflow 1, maar alleen de cashflow zonder toelichting en zonder visie, in deze situatie waarin we nu zijn, geeft mij, en daar hadden we het eigenlijk over, geeft mij niet direct een warm gevoel over de continuïteit. En jij vroeg mij even over continuïteitsproblematiek en accounts enzovoort, daar speelt een cashflow statement overzicht een rol. Maar dat is onvoldoende basis in de context van jaarcontrole. Maar dat vraag jij mij niet. Je zei nee, je hebt veel cashflow, want dat is nu even overleven. Snap ik. Maar als accountants kijken we breder dan alleen naar de cashflows. En jij zegt, de aanwaarheid van veronderstellingen die aan die 3 maand cashflows ter grond liggen, moet je ook beoordelen. Dan heb ik visie nodig, een onderbouwing van, de ondernemer. Want calculatorisch geloof ik altijd sluit, Jan. Ik denk al dat we het hier helemaal over eens zijn. Dat is wel saai, denk ik, voor de luisteraar.
Maar dat, ja. Daar zijn we het over eens. Hè? Dus je moet het allebei hebben. En je moet, moet je even terugkijken. Hoe goed heb je het gedaan? Want dan krijg je toch een idee van hoe goed kan zo'n management eigenlijk zo'n crisissituatie aan? En is er een basis gelegd om te overleven? Dan gaan we vooruitkijken van wat gaat men de komende 3 maanden doen? Nou, daar zitten dan die 2 aspecten die jij noemt aan in feite. Dus het ene is van, heb ik er voldoende vertrouwen in dat de toegang tot cash voldoende blijft om in ieder geval de komende 3 maanden te overleven? En heeft men ook verder gekeken dan dat? Hè? Dus heeft men ook verder gekeken om ook te kunnen overleven als op, dat is een scenarioanalyse, als de situatie, stel dat de situatie blijft zoals die nu is, wat zou dan het gevolg zijn? Stel dat de situatie een beetje wordt verbeterd ten aanzien van de van hoe de mensen zich tot elkaar verhouden. Wat is dan het gevolg? Tot en met, zeg maar, alsof alles weer normaal is. De kans dat die situatie optreedt is de komende periode niet heel erg groot. Maar dat zou ook nog een aanname kunnen zijn. Ik zou dan echt een scenario-analyse willen zien. En nou, daar kan het wel degelijk ook, ook hulp bij bieden. Even, weet je, voor je zegt, want we zijn het tot punt eens. Ik ga me even iets verscherpen. En met name kan ik aansluiten op wat jij nu net zegt. Ik ga toch even stellen dat de gemiddelde, denk ik, hè, die bioscoop waar we het over hebben, maar ook bij grote ondernemingen, beurs maakt niet uit. Ik bedoel, dit zijn echt, dit is niet voorzien. Ik wil ook nog zeggen, hadden we niet moeten zien, waren ze in controle. Nee, ik blijf, weet je, we hebben het altijd over likelihood en impact. En de kans dat dit zou plaatsvinden was zo gering dat ik kan leven met het feit dat wij blijkbaar overvallen kunnen worden door dit soort calamiteiten. En weet je, we hadden ooit Frank Knight uit 1921, Risk, Uncertainty and Profit. Dit zijn afwegingen die je maakt. En soms kunnen de hele kans dat het plaatsvindt is heel klein. Dus we hebben ons niet helemaal voorbereid. Maar dat is een calculatie geweest die aanvaardbaar is. Gegeven het feit dat de likelihood gelijk was. En de impact, ja, die hebben we ingeschat dat het beheersbaar was. Blijkt moeilijker te zijn, kost veel geld. Het zei, wat mij betreft, kun je weer van leren, maar dit zal altijd plaatsvinden. Ik denk dat de gemiddelde ondernemer, Jan, met die cashflow status waar we nu over hebben, 2 dingen. 1, de vraag is of je daar nu veel tijd voor vrij wilt maken, want je bent met andere dingen bezig. 2, of je, kijk bij de grote ondernemingen, het zal, maar of die meneer in die bioscoop, of die daar nou echt een verhaal van wenst te maken, gegeven deze omstandigheden, ik betwijfel dat. Dan de accountant. Jij zegt de accountant kan adviseren. Nou, bij die bioscoop, weet je, kan ik best en zeg, goh, heb je daar rekening mee gehouden enzovoorts. Maar bij de OOB's, de grote, hè, bij de listed en de public interest entities, mogen het niet adviseren. Ja, dan, dat houdt dan op. Ik bedoel, dat is dan, zijn we vrij snel klaar. Ik bedoel, als die ondernemer op dit moment zegt, ik heb andere zaken in mijn hoofd, of ik wens het op een andere wijze te doen, dan heb ik als accountant daar, ja, daar kan ik iets voor vinden, but that's it. Dan heb ik geen, is geen wettelijke plicht om iets te doen of iets daarvan te vinden, anders dat ik daar misschien maatschappelijk ook erg onverstandig zou vinden of om welke reden. Daar gaat het niet om. Met andere woorden, dat is niet aan de accountant. En dat brengt me tot een ander punt. Wij kunnen hier wel nu stellen dat dit noodzakelijk is en cashflows gaat lukken. Maar ik zei al, er zijn allerlei nieuwe regels die nu komen om ondernemers te redden en werkgelegenheid in stand te houden. Ongelooflijk relevant. Ik denk ook helemaal, ik denk ook gewoon even macro-economisch, dat dit de stappen zijn die je moet doorlopen om een echte depressie en ellende te voorkomen. Dus het moet. Dat betekent ook dat dingen fout zullen gaan, Jan. Daar hebben we nog niet over gehad. Jij zei net accountants, toen ik het even over fraude had, maar daar kijken accountants toch naar. Ik hou wel mijn hart vast en ik zag Marcel Pfeiffer ook voor hetzelfde groep en ik denk dat het is. Dit zijn omstandigheden waar mensen flink onder druk worden gezet om te overleven, ondernemers. En dat komt er allemaal nog aan. 2, opportunities zijn om te frauderen. Ja, want ja, weet je, het zijn nieuwe dingen. Vaak thuiswerken. Ik bedoel, denk even de consequenties daarvan voor internal controls. Hoe wordt cultuur nu beïnvloed vandaag? Hè? Ik zag collega Muel Kapteijn, die blogt heel veel met alle over ethiek en integriteit in deze context. Razend interessant. Ik denk ook een punt dat iedereen is integer tot dat moment dat. En straks als die druk heel groot is en het enige wat je kunt doen te overleven is om wel iets te doen wat niet mag. Dan heb ik het nog niet. Waar gaan al die subsidies naartoe? Worden die wel gebruikt voor het goede doel? IMF? We hebben het over 40 miljard. Wat gaat daar verkeerde kant op? Ik hou mijn hart vast. Ik zou niet willen, en dat wil ik even gezegd hebben, dat accountants weer de bal toegespeeld krijgen van hey, jullie waren er toch ook allemaal? Jullie hebben ook alerts, jullie hebben gesproken over cashflows enzovoorts. En kijk eens wat hier allemaal fout is gegaan.
Daar hou ik even nu vanuit het accountantsberoep, daar hou ik mijn hart vast, is niet anders, maar daar zie ik wel flinke risico's. Ja, en als het gebeurt, Jan, het zijn dan zo. Ik bedoel, we gaan ook niet voor aan de kant, maar ik denk niet dat wij in staat zijn om grote stromen geld die nu overal naartoe gaan, waar achteraf controleverklaring bij moeten, om dat allemaal beheerst te doen en alle fraudes of alles wat er fout gaat straks te kunnen ontdekken is 1. 2. Koolmees heeft ook gezegd van luister, we zitten in een, ik hoor anderen ook, het is natuurlijk oorlogsomstandigheden is niet een goede term, maar we zijn wel, moeten nu dingen redden en daarmee nemen we risico's. We nemen het risico dat we gelden nu beschikbaar stellen die worden misbruikt. Dat willen we niet, je wordt zwaar gestraft, maar we nemen dat risico. Ja, dan bedoel, als dat risico wordt genomen, dan kan ik als accountant straks toch niet de hele last krijgen van kijk eens wat er fout is gegaan. Het is een gecalculeerd risico geweest. En dat zie ik wel, ik denk dat we als accountants hier goed over moeten communiceren. En het risico wat nu genomen wordt, dat ook gewoon, dat wij ook zeggen dat is een risico. Maar we hebben dat nu wel gezegd. En misschien is het aanvaard risico, dat mag hè. We kunnen het risico dat de subsidiegelden verkeerd worden besteed, hè, dat 80% gaat goed, 20% niet, dat we daar ons van bewust zijn. En als Booking.com ook een omzetverlies heeft, maar veel vorig jaar gigantisch heeft uitgekeerd een dividend. En toch dat, nou ja, dan hebben we dat in die regelgeving, hebben die ruimte geboden. Maar moeten we niet achteraf gaan zitten huilen. Oké. Okay. Je hebt 3 zaken genoemd. De ene is van de onderneming heeft van andere dingen te doen dan zeg maar allerlei verantwoording af te leggen over hoe goed ze eigenlijk tot cash hebben geregeld voor de komende periode. Het tweede is van de accountant mag niet adviseren. En het derde is dat er wel een groot fraude-risico is. Ik wil eerst ingaan op die andere zaken. Ik denk dat het van belang is dat de onderneming wel degelijk heel goed blijft nadenken over zijn toegang tot cash. En daar ook inderdaad verantwoording over kan afleggen tot het niveau dat als die uitgedaagd wordt, daar antwoord op kan blijven geven. Omdat als hij dat niet heeft gedaan, dan betekent eigenlijk dat hij daar onvoldoende tijd in heeft gestoken. Want dat betekent dat hij ook heel makkelijk onderuit is gehaald. Dus ik denk dat dat toch belangrijk blijft. Dus dat is bij 1. Dus als hij zegt van ik moet voorgeven andere zaken. Ik denk niet dat hij zeg maar die concentratie nodig is om toegang te houden tot cash, om daaraan voorbij te gaan. Tweede is, de auditor mag niet adviseren, helemaal waar. Maar mag wel zeg maar de duidelijkheid van de analyses beoordelen. Dat mag hij wel. Hoe duidelijk is die analyse die er is gemaakt om tot die scenario's te komen. Hoe goed is dat onderbouwd? Dus dat mag hij wel. Het derde, het fraudeaspect, ja, helemaal waar. Hè? Dus de fraude kan, dus als de druk toeneemt en de opportunity neemt toe, en dat zien we allebei gebeuren, ja, dan wordt het wel heel erg aantrekkelijk om fraudes te plegen. Het aardige is wel, dat wil ik je toch even meegeven, dat uit onderzoek blijkt dat fraudes met name gebeuren bij economic booms, niet zozeer bij economic busts. Mensen voelen zich toch een beetje ethisch, denk ik, moeilijk om van zo'n situatie als dat zich nu aanbiedt, om daar misbruik van te maken. Zelfs als dat jouw onderneming zou redden. Daar is het laatste is geen onderzoek naar. Dus ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Maar we weten wel dat bij economic booms er veel meer fraude is dan in economic busts. Kan ik misschien nog eventjes ingrijpen? We hebben nog 1 minuut voordat we eruit gaan. Ja, ik zag het. Misschien moeten we... Ja, het is spijtig, want het is een heel interessant gesprek. Misschien moeten we Philippe het laatste woord geven. Dat is wel zo netjes. Dat vind ik ook heel goed. Dankjewel, Joris. Jan, even heel kort even jouw 3 punten, want dat zijn hele relevante. En cash is king, hè? Dus het cash dat je als ondernemer je cashflow gewoon scherp hebt en weet wat je afgelopen periode gaat en de volgende eens. Mijn punt ging even alleen ook, want dat is niet alleen het enige natuurlijk wat gaat over going concern. En ook bij goede cashflows kan het natuurlijk helemaal fout gaan als je geen goed business model hebt en je niet weet adapten aan de omstandigheden. Maar cashflow, hou het vast. Die deugdelijkheid analyseren bij grote ondernemingen eens. Alleen de accountant moet dan wel, dat is dan een opdracht tot iets. Hè? Maar het is niet zomaar even iets wat de accountant as per definitie doet. En een opdracht tot, een assurance service kan wel bij die P, maar iets anders adviseren niet. Maar daar komen we uit. Fraude aspect, economic busts.
Weet je, het ging mij meer om dat op grote schaal corruptie. Ik wijs naar IMF, ik wijs naar hele grote bedragen die naar landen gaan waar corruptie het hoogtij viert. En dat daar die gelden verkeerd worden besteed. En ik hoop dat het hier niet op kleine schaal als heel klein zou zijn, Jan. En accountants moeten er alert op zijn. Maar we hebben met elkaar risico's aanvaard. Dat wilde ik gezegd hebben. Tot zover, wat mij betreft, Jan. Oké, hartelijk dank. Dan ga ik het hierbij afsluiten. Heel erg bedankt aan jullie alle twee om deel te nemen aan deze discussie. Het is een allereerste keer en meteen in quarantaine. Maar ik vind hem heel geslaagd. Hartelijk dank. Dankjewel. Fijne middag nog. Het was heel leuk. Heel erg bedankt. Dag.